Ja, en dan hebben we naast de top 5 van de individuen, hebben we natuurlijk ook nog de familielijst. De familielijst. En wat, wanneer sta je op de familielijst ook alweer? Als het zegt tweede, derde generatie eigenaar geworden is van het bedrijf. En als het gewoon te vertakt is. Als het 2, 3 broers zijn, dan kunnen we er nog wel een enkele notering van maken. Ja. Maar als we met neven, nichten, opa's, oma's, precies. Dan wordt het te verspreid. Dus bij Heineken, omdat Charlene eigenlijk de enige erfgenaam is. Ja. Dat is makkelijk. Ja. Maar de Brenningmeijers, er zouden ongeveer 60 Brenningmeijers zijn met aandelen in dat CNA-concern. Ja. Dus daarom staan ze op de familielijst. Al jaren ook schier onbedreigd. Ja. 22 miljard. Ze hebben natuurlijk niet alleen de kleding, maar ook investeringsmaatschappij vastgoed. Van de kleding moeten ze het niet meer hebben. Met CNA, eerder dit jaar was natuurlijk het nieuws dat ze het zouden gaan verkopen aan Chinezen. CNA? CNA, ja. Het is ook weer een bedrijf wat niet echt happig is op onze belletjes. Nee. Überhaupt geen enkel belletje. Ja, saai. Precies. Ja. Een familie die dit jaar gedaald is, zei het met 100 miljoen. Ja, voor ons is het heel veel geld, maar voor de familie met ruim 9 miljard... is het wat minder geld. Maar toch een daling in deze tijd. Een daling, ja, van de vorm. Hal, het gaat niet zo lekker. Ze hebben geen grote klappers gemaakt dit jaar, dus een kleine daling. Ze zijn heel conservatief, hè? Die familiebedrijven die zijn natuurlijk altijd heel erg lange termijn. Ja, absoluut. Dus een conservatieve beleggingsstrategie, absoluut. Brillenwinkels, steady income. Ja. Verder, de familie De Rijken, ooit Kruidvat verkocht. Hebben nu investeringsmaatschappij De Hoge Dennen, hè? Dus zijn wel bezig om dat geld te laten groeien, maar ook teruggetrokken. Ja. Familie Dreesman, hè, met Commonwealth, ook niet in de publiciteit, maar zijn wel bezig met investeren. Ja. En als laatste de familie Melchior. Ooit papa had een groot bouwbedrijf, heeft hij verkocht aan de familie Ventner van Vlissingen, SHV. Ook in de lijst neem ik aan. Ook in de lijst. Maar de paterfamilians overleed een aantal jaar geleden. Toen naar de familielijst en wel een pret. Wat we natuurlijk wel gaan zien in de toekomst is dat veel mensen die nu in de gewone lijst staan, gaan verhuizen naar de familielijst. Ja, tuurlijk. Omdat ze gaan vertakken en precies, hè? Omdat de eerste, tweede generatie het bedrijf weer door gaat geven. Ja. Ja. Wessels bijvoorbeeld? Wessels, er staan de kinderen van Wessels nu op de familielijst? Nee, want het zijn twee kinderen aan wie die het bedrijf heeft nagelaten. Dus het is nog te identificeerbaar exact, waar het zit. Exact. Ja. Oké. Volgende filmpje.